Ja, soms heb je wel eens dingen in de maatschappij die opvallen of waar je een beetje aan stoort of zo. En dan, ja, door middel van humor probeer ik daar uiting aan te geven dan. Wat me fascineert zijn vooral mensen. Eigenlijk komen altijd mensen voor in mijn schilderijen, tenminste in mijn vrije onderwerpen. Mensen blijven me toch altijd boeien. Ik vind dat, en zeker portretten, ieder portret is er anders, ieder mens is er anders. Heeft weer een andere uitstraling. Ja, dat kan ik niet genoeg van krijgen. Portretten tekenen ook, schilderen. Ja, het vrije werk is eigenlijk een combinatie van alles. Hè? Van landschap, een portret, stilleven. Dat is allemaal, dat komt allemaal een beetje samen in één. En fantasie ook natuurlijk nog. Hè?